voorstelling van 2022. We zitten alweer in 22. En jullie mogen erbij zijn, want het is de eerste zaterdag van de maand. 1 januari. Toevallig. Eerste zaterdag van de maand. En dan is er altijd poppenkast hier in Scheltema. In boekwinkel Scheltema. In het hartje van Amsterdam. En dan ben ik hier met mijn poppenkast. Deze heb ik deze keer meegenomen. Ik heb natuurlijk heel veel poppenkasten. Maar in de poppenkast heb ik altijd bij me de held van de poppenkast. En dat is de allerbekendste poppenkastpop, hè? Van heel Nederland. Een heleboel van jullie die kennen hem wel. Hè? Als je, ik zie je wel zitten daar. Je kent hem, hè? Jan Klaassen. Ja! Hier staat Harald ook alweer te juichen, hoor. Ja. En jullie thuis op de bank, jullie weten het ook wel, hè? Of zijn er ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben? Is er iemand bij misschien die nog nooit poppenkast heeft gezien? Wauw, dan begin je het jaar echt goed. Voor mij de eerste van dit jaar en voor jou de eerste ooit. Hé, we gaan een hele leuke voorstelling doen. Ik ga zo de poppenkast in. Maak je geen zorgen. Het komt altijd weer goed, hè. Als je het zo meteen spannend vindt, de held is erbij. Maak je maar geen zorgen. Heel veel plezier allemaal met de poppenkast. Ik ga naar binnen. Dag, tot zometeen, hè. Tot na de voorstelling. Zo, eens even kijken. Waar zit nou ook alweer die ingang van de... Oh, hier. Hey, wat leuk, kijk. Daar zitten ze allemaal, hoor, thuis. Helemaal achter het schermpje. Ja, zit je tv te kijken? Of naar je iPad? En kijk eens waar wij zijn hier in de Scheltema. Met de poppenkast. En ik ben het, de enige. De echte. Jan Klaassen! En als iemand een leuke voorstelling kan doen, dan ben ik het wel. Ja, ja. Gaan we maar meteen beginnen met de eerste voorstelling van dit jaar, hè. Veel plezier allemaal met de poppenkast. We gaan beginnen. Joepie! Ik zie niks meer. Wie heeft het licht uitgedaan? Waar ben ik? Kinderen, jongens en meisjes. Hadden jullie me niet even kunnen waarschuwen, hè? Eerst moeten de gordijnen open, toch? Ik kan niet beginnen zonder dat de gordijnen open zijn. Maar gelukkig ben ik er heel goed in. Ik zal het even snel openmaken. Let op, hè. Yippiri-piri-piri-piri-piri-piri. Nog een klein stukje. Yippiri-piri. Zo. Heel goed gelukt meteen al. Nou, dan ga ik nog naar deze kant toe, hè. Ik ben al op de helft. Yippiri-piri-piri-piri. En nog een klein stukje. Yippiri-piri. Zo. Hey, jongens en meisjes. Ik ga iets heel leuks doen. Want het is nou 2022. En dat betekent, dan ga ik een traditie doen. Ja, ik heb hier namelijk een knaldingetje. Ga ik lekker knallen hierop. Wacht even, dan pak ik even. Dit is ook traditie in de poppenkast. Dit heet de klapstok. Slapstick. En dan ga ik even lekker knallen voor jullie. Want dat hoort erbij. Als het dan een nieuw jaar is, dan ga je lekker knallen. Hé, hey, kinderen, bereid je voor, hè. Dit wordt een hele spannende voorstelling. Met heel veel lawaai. Ja, oké, nou. Eens even kijken, hoor. Ik moet me even voorbereiden. Ga ik even goed staan. 1, 2. En Jan Klaassen. Ah, wat? Katran, laat me nou niet zo schrikken. Wat ga je doen, Jan Klaassen? Waar ben je mee bezig? Ik ga een traditie doen, Katrijn. Ik ga een traditie doen met de klapstok. Oh nee, niet doen, Jan Klaas. Ik heb een verschrikkelijke hoofdpijn. Leg het eens even neer. Nou, maar Katrijn, ik moet de traditie doen. Nee, ik heb koppijn. Ik heb zelf al champagne gedronken gisteren. Dat was geen champagne, Katrijn. Jawel, dat was echt een champagne. Hele goeie. Dat stond op prima. Dus dat was heel goed. Dat was gewoon met de bubbeltjes. Was met de bubbeltjes. Nee. Want er stond ook een plaatje op van Jip en Janneke. Dus het was echt een goede champagne. Nou, ja, maar goed, nou ga ik even een traditie doen. Ja, ik ook. Kijk hier. Dan neem jij nog even oliebollen, Jan Klaassen. Oh nee, ik moet er niet aan denken. Ach,
Nee, ik heb zoveel oliebollen gegeten. Ik ben misselijk. Oh, ik ben allemaal misselijk. Oh, zielig, hè? Nou, maar de buurvrouw heeft net nog meer oliebollen gebracht. Je hebt alles van ons al op, maar deze zijn er nog van de buurvrouw. Ja, ik kan echt niet meer. Ik kan die geur niet eens aan. Ik kan echt niet meer eten. Doe nou even oliebollen. Nee, Katrijn, kijk. Ik heb een leuke traditie met de klapstok. Kijk, wacht even. Nou, wat doe je nou? Ga ik knallen. Gaan we knallen het nieuwe jaar in, hè? Maar ik heb koppijn. Daar ga ik. 1 en 2. Stop! Stop. Ja, Jan Klaas, wacht even. Wacht even. Leg dat eens even neer. Wat is er nou? Ja, dat moet toch om 12 uur 's nachts. Dat moet je toch niet zo overdag doen? Ja, maar om 12 uur 's nachts was je toch in slaap gevallen? Dat weet je toch? Ik was in slaap gevallen. Dus dan gaan we nou lekker knallen. Dat maakt helemaal niet uit. Dat mag best. 1, 2. Stop! Wat is er nou, Katrin? Nou, pak nou niet steeds mijn klapstok af. Jan Klaassen, dat moet je toch doen met vuurwerk, dat knallen? Dat hoort met vuurwerk. Nee, dat hoeft helemaal niet met vuurwerk. Dat hoeft helemaal niet hoor. Want het is alleen maar als je geen vuurwerk kan betalen, of als je dat niet hebt, hè, dan mag je er ook gewoon hier op zo'n blik mag je dat doen. Dat is nog meer traditie. Gingen ze vroeger ook al op pannen en zo hoor. Als je geen geld hebt voor de vuurwerk. Daarbij mocht het niet eens een jaar, hè. Nou, laat los, Katrijn. Dan ga ik echt even beginnen hoor. 1, 2. Stop! Nou, Katrijn! Wat is dat nou de hele... Wacht eens even. Nou weet ik het opeens. Jij bent bang, hè? Nee, ik heb toch koppijn. Jij bent bang. Ja, ze vindt het eng dat knallen. Ik heb gewoon een knallende koppijn. Ja, maar Katrijn, het is helemaal niet erg hoor om bang te zijn. Kinderen, het is niet erg om bang te zijn. Het hoort ook bij het nieuwe jaar. Dan is iedereen een beetje bang voor al het nieuwe wat gaat komen. Maar daarvoor gaan we juist knallen, hè? Nee, jawel. Want dan ga je de geesten verjagen. De boze geesten verjaag je met het knallen. Dat is de traditie. Nou, maar Jan Klaassen... Nee, ik ga nou even knallen. Maar Jan Klaassen... Nee, ik ga nou even lekker knallen. Jan Klaassen, wat is er nou? Er zijn hier toch helemaal geen geesten? Nou, dat is wel waar, ja. Er zijn helemaal geen geesten. Nergens een spook of een geest te zien... Ja, dat is waar. Maar wacht even. Haha! Hé, maar daar weet ik wel wat op. Nee, daar weet ik opeens iets heel leuks op. Oh nee, ja, wacht even. Blijf hier, hè. Let op. Nou nee, kinderen. Ik weet het al, hoor. Dan gaat hij natuurlijk weer ons witte tafellaken pakken. Hè? En dan gaat hij het over zijn kop doen. Dan doet hij alsof hij een geest is. Katrijn, waar is dat gele of dat witte tafellaken? Beetje vergeelde witte tafellaken wat we hebben. Jan Klaas... Ik heb koppijn, wil je niet zo luid spreken de hele tijd? Oh, wacht even, ik zie hem geloof ik al. Volgens mij is hij hier, ik heb hem al. Jan Klaas, oh, kinderen, wat vervelend, hè. Soms is het zo vervelend, man. Ben je helemaal moe na zo'n nacht? En dan komt hij hier zometeen, staat hier totaal belachelijk met een tafellaken over zijn kop. Nou, Katrijn. Wat is dit nou? Ja, Katrijn. Wat is er nou? Wat is er nou? Wat heb jij nou? Zometeen komt er van achter dat gordijn, komt er een echte geest, een echt spook. Jan Klaassen, ja, er komt hier, kinderen, niet kijken al, hè, die komt zometeen achter het gordijn vandaan. Kinderen, hey, niet spieken, Katrijn, niet spieken. Niet bang zijn, of ja, een beetje bang. Nee, ik ga hem verjagen, hè, die geest, met de knallen. Oh, nou, Jan Klaassen, hé, wat doe jij nou? Ja, ik ga liggen. Ik heb koppijn. Katrijn, als je bang bent, moet je juist niet weglopen, hè? Koppijn. Ja, Katrijntje, niet weglopen ervoor. Je moet het onder ogen komen, je angsten. Waar je bang voor... Katrijn. Ze is gaan liggen, kinderen. Katrijn is even gaan liggen. Nou ja, weet je wat, kinderen? Dat is ook traditie. He, als het nieuwe jaar is geworden, dan mag je ook altijd even lekker gaan liggen. Dat hoort er ook bij. Dat is een hele oude traditie. Ik ga dat denk ik zo meteen ook even doen.
ben een beetje misselijk van al die oliebollen. Maar eerst ga ik gewoon voor jullie, haal ik nou een echt spook erbij, een geest. En dan ga ik hem verjagen, hè. Dus wees maar niet bang, ik jaag hem zo meteen weg. Ga ik 12 keer hier ze opslaan en dan vlucht hij weg. Het wordt leuk. Ben je er klaar voor? Zit je klaar? Ja, oké, dank u. Dames en heren, jongens en meisjes, hier komt dan een echt geest. 1, 2, 3, kom maar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! Jantje? Gelukkig nieuwjaar! Wat ben je nou allemaal aan het doen? Jantje, waar ben je mee bezig? Ik kan zeggen, gelukkig nieuwjaar. Ja, dat hoor ik ook wel. Maar waar is je verkleedpak? Ik geef je toch net een verkleedpak? Hé, wacht even. Jongens en meisjes, even niet kijken. Dit hoort er even niet bij. Hé, je verkleedpak. Gelukkig nieuwjaar. Hou even op met dat zeggen. Je moet... Je mag je nou zeggen. Je ging je toch verkleden? Ik ga dan... Kom, doe dit nou even. Verkleden. Oké. Jongens en meisjes, er komt nu super enge geest. 1, 2, 3. Ja, daar komt hij. Gelukkig nieuwjaar. Nou, op. Gelukkig nieuwjaar. Nee, maar je moet je verkleden. Je weet toch wat verkleden is? Ja. Nou, hier, ga je verkleedding aandoen dan. Verkleedding aandoen. Doe je net? Doe je? Ja, goed zo. Aantrekken. Zo, kinderen, sorry hoor. Ja, ik moet even altijd even opletten. Want soms dan snappen ze het niet helemaal hier achter de schermen. Maar nou gaat echt het enge geest gaat komen. Maak jullie klaar, hè? Ik verjaag hem hoor, dus je hoeft niet echt bang te zijn. Hij komt eraan. Kijk, ben je nou klaar? Ja. Okay. Daar komt hij. Een echt enge geest. 1, 2, 3. Tada, kom maar! Da! Wat is dit? Wat is dit? Een eng monster! Ja, wegrennen! Help! Maak dat je wegkomt allemaal! Maak dat je wegkomt! Daar! Hij zit achter me aan! Help! Help! Daar is hij weer hier! Oh! Wegwijzen allemaal! Vluchten! Niet blijven zitten! Een eng monster! Een eng monster! Wat kan dat nou? Opeens een echt eng monster, kinderen. Dit is wel te eng. En volgens mij ben ik hem nou wel kwijt. Maar... Daar is hij weer! Papa! Wat zeg je nou, eng monster? Papa! Noemt dat monster mij nou papa? Ik ben het. Hé? Ik ben het Jantje. Jantje? Ben jij de Jantje? Ja. Jantje, zit jij daarin? Hallo? Ben je opgegeten door het monster, Jantje? Nee, het is de verkleden. Verkleden? Kinderen, waren jullie echt bang? Het is gewoon een masker, hoor. Ja, hey, maar Jantje, dat bedoelde ik niet, hè? Ik had je toch de tafellaken gegeven, hè? Kom er even uit. Nee, kan niet. Oh, hij zit vast. Wacht even. Op drie, ja? 1, 2 en 3. Af! Oh, moet je nou kijken. Ha, jij was je bang. Nee, ik was niet bang. Maar die kinderen waren wel allemaal bang. Kijk eens even, dit is gewoon een maskerkinder, hè? Ga! Het is van een nieuwe jaar. Ja, het is van... Maar het is van de Chinese nieuwe jaar, hè? Dat is pas over een maand... Het Chinese nieuwe jaar, dus over een maand, dan gaan ze ook altijd enge dingen. En dan gaan ze ook heel erg knallen. Knallen? Ja, om de enge dingen weg te jagen, hè. Dat doen ze, dan gaan we ook weer knallen. Dan ga ik ook weer meedoen. Ga ik naar de Zeedijk. Maar dat is nou nog niet, Jantje. Dat is, je moet nou dat andere ding aandoen, hè. Nee, ik doe niet. Ik wil niet te knallen. Kom, Jantje. Je moet niet zo zeuren. Kom op, hè. Doe nou even, waar heb je dat laken? Nee. Gelukkig nieuwjaar! Ja, maar even dat laken. Een momentje. Jongens en meisjes, een momentje. Ik moet even met dat laken aan de gang. Kijk, deze doe je. Gelukkig nieuwjaar! Kom nou hier. Gelukkig nieuwjaar! Nou, wacht nou even. Jantje, doe dat nou even over je koppie. Zo. En dan, als ik je roep, dan kom je, hè? Zo. Oké, nou gaan we echt beginnen.
Jongens en meisjes, zijn jullie allemaal klaar voor een echt geest? Een echte geest. 1, 2, 3, daar is hij. Kom nou! He, nog één keer. Als ik tel tot 3, dan kom je. Jongens en meisjes, allemaal klaar? 1. Nou, nog niet. Pas bij 3 natuurlijk. Nou, een echt geest. 1. Nou, oh, pas bij 3. Pas bij 1, 2, 3. Daar is hij. Ja, nou mag je komen, nou mag je komen, nou mag je komen. Oh, kijk nou. Eng, hè? Zijn jullie bang, kinderen? Moeten jullie huilen? Zitten jullie allemaal verborgen achter de bank en achter de stoel en onder je dekentjes, hè? Eng, zo'n echte geest. Oeh, nou. Hé, even niet doen, Jantje. Oeh, nou, hou nou even op. Hè? Jij schrikt. Nee. Ik ben even niet op voorbereid. Even niet doen. Jij moet mij niet laten schrikken, hè? Ik ben de pook. Ik ben spook. Nee, ja, maar ik ga de geest wegjagen. Nee. Ja, ik ga nou knallen, hè? Kijk, met de klapstok. En dan ga ik knallen. Nee, is eng. Ja, nee, dit is leuk. Oeh, nou, hou even op. Ik ga jou laten schrikken. Nee, is eng. Nee. Luister. Jantje, waar ben je? Kom eens met je koppie. Kom eens met je koppie tevoorschijn. Zo, kom eens even. Zo, ah. Ik ga jou laten schrikken als geest, niet echt. Maar dat vind ik eng. Dat vind ik eng. Dan moet ik plassen in mijn broek. Hé? Dan moet ik plassen in mijn broek. Nee, niet plassen in je broek. Dan moeten we dat weer allemaal gaan doen. Kijk, ik ga gewoon 12 keer hier op de blik. Nee, is eng. Dat is niet eng. Dat is voor de geest eng. En dan vlug jij weg. Nee. Jawel. Ik kijk. Het gaat zo. Jij vlucht na 12 keer slaan, vlucht jij weg. Dus ik doe zo. Nee, nog niet. Oh, dan gaat hij weer weg. Nou, pas als ik het 12 keer heb gedaan. Kom nou, Jantje. Nee. Oh, Jantje, kom nou hier. Nee. Kom nou hier, Jantje. Kom nou. Nee, ik wil dat niet. Geef maar die stok terug. Nee, jij mag dat niet doen. Geef hier. Nee, jij mag dat niet doen. Hier, Jantje. Nee, is eng. Oh. Ja. Oh, dat vindt hij grappig, hoor. He? Is hij grappig? Daar was mijn kop tegen dat ding aan, hè? Ja, hij is heel grappig. Op, auw. Jantje, wat doe je nou? Is het leuk? Vind je dat leuk? Geef mij dat ding. Nee. Geef mij dat ding. Pap, Jantje. Dit is echt een hele grappige. Met de slapstick. Met de klapstok. Hé, wacht eens even, Jantje. Jij bent eigenlijk nu gewoon op de blik aan het slaan, hè? En je moet helemaal niet wegrennen. Je bent helemaal niet bang. Au, ja. Ja. Je slaat er wel met mijn kop erop, maar je bent helemaal niet bang van het lawaai en het geluid, toch? Nee, ik ben niet te bang. Zie je? Je moet gewoon, als je ergens bang voor bent, moet je gewoon er naartoe onder ogen komen. En dat heb je heel goed gedaan, Jantje, weet je wat? Ik ga niet met de klapstok erop slaan, jij mag dat doen. Hey, doe dat maar even weg, zo. Hier. Mag ik met de klapstok? Jij mag 12 keer daar. Oh, wacht even, Jantje. Jij mag 12 keer hierop slaan. Wacht, nog niet, Jantje, nog niet. Wacht, jij moet hier gaan staan. Als je de kind een klapstok geeft, even hier moet je gaan staan. Ja, wacht, ik tel af en dan mag jij 12 keer slaan, hè. Wacht. Ik zal even een beetje opzij gaan, flink uit de weg. Oké, daar gaan we. Dan mag jij, dan ben je niet bang, hè. Nee, ik ben niet bang. Goed, hè. Dan gaan we. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nog eentje. Hé? Ja, 12. Goed gedaan, Jantje. Ja, het is het nieuwe jaar. En oh, en alle geesten. Wow, en alle geesten zijn. Ah, Jantje, geef mij nou maar weer even dat ding, hè. Geef mij nou maar weer even dat ding. En de gordijn moet wel open blijven, hè. Is het leuk, hè? Mag ik hè? Nee, nou is het genoeg geweest, hè. Met de klapstok, hè. Ik vond je hele leuk. Vond je de knallen leuk?
Is leuk. Ja, zo knallen is het. Zie je, knallen hoeft niet altijd eng te zijn. Kan ook best leuk zijn, hè. Soms een beetje eng, maar soms ook heel leuk. Ik vind dat je het goed gedaan hebt, hoor. Vond je dit zelf ook goed van jezelf? Jantje, vond je het goed? Ah, oh. Oh, Jantje. Ah, oh. Oh, Jantje toch. Hé, hey. Nou, wat een leuk begin van het nieuwe jaar, hè, kinderen. Dan heeft Jantje zo goed meegedaan. Nou ja, wat is het allemaal voor een kabaal hier. Ik ben even aan het slapen. Jan Klaassen knallen weer. Knallen dit. Hé, hey, Jantje. Dat ging Jantje niet doen. Dapper van hem, hè. Hij durfde zo te knallen. Nou, dat ziet er wel heel gezellig uit hier, zeg. Zoals jullie daar zo met z'n tweetjes zo leuk. En Jantje, die is heel trots op zichzelf. Hij heeft geknald. Oh ja, Jantje. Ja, mama. Oh. Nou, wat gezellig hier. Hé, hey, en Katrijn, zullen we dan nou gezellig die oliebollen van de buurvrouw opeten? Je was toch misselijk, Jan Klaas, hè? Ja, maar ik heb nou alweer trek gekregen. Er is wel weer een plekje gekomen, hoor, voor een beetje fitte ballen. Nou, Jan Klaas, wat gezellig. Laten we dan met z'n allen lekker een beetje nog oliebollen gaan eten. Hè? Dan is het 2022 echt begonnen. Ja, en dan zien we jullie weer op de eerste zaterdag van de maand hier in de Scheltema, hè? Dag allemaal. Ja, hé, hey, gelukkig nieuwjaar, hè? Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, precies. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Kom, we gaan oliebollen eten. Nou, pak die pan dan, Jan Klaas, hè? Oh ja, ik neem de pan mee. Dag allemaal. Dag, oh, ik kom nog wel even naar buiten. Nog even een handje geven aan je. Ah, oh, ja, je bent zware pan, zeg. Dit zijn hele zware oliebollen, dit. Oh. Jongens en meisjes. Vonden jullie het spannend? Het is allemaal goed gekomen, hè? Dat zei ik toch al. Jan Klaassen, geef je nog een handje aan de kinderen. Kom maar naar het scherm. Kom maar naar je schermpje. Dan geeft Jan Klaassen je een handje. Oh, hij gaat je helemaal een kusje geven, geloof ik. Tot de volgende keer, hè. Goed meegedaan allemaal. Tot gauw.